In deze video leg ik je uit hoe je de zogenaamde selectievakjes in Excel kunt aanmaken en gebruiken. In het voorbeeld heb ik een actielijst en links van die actielijst wil ik selectievakjes plaatsen. Zo gauw ik een actie dan heb uitgevoerd, vink ik het selectievakje aan en wil ik dat de actie op de lijst grijs kleurt en doorgestreept wordt. Om selectievakjes aan te kunnen maken, moet je op het lint het tabblad ontwikkelaar hebben staan. In het Engels developer. Bij mij staat er geen tabblad bij met die naam, dus moet ik dat eerst nog toevoegen. Ik doe dat door ergens op het lint op een vrije plek met mijn rechtermuisknop te klikken, te kiezen voor het lint aanpassen en in het aangeboden menu kijk ik bij de hoofdtabbladen en vind ik ergens onderaan de tab ontwikkelaars. Die tab vink ik aan, ik druk op OK en nu zie je dat aan mijn lint het benodigde tabblad ontwikkelaars is toegevoegd. Een selectievakje maak je nu als volgt. Ga naar tab ontwikkelaars en bij de besturingselementen druk je met je linkermuisknop op de knop invoegen. Onder de formulier besturingselementen kies je met je linkermuisknop voor het selectievakje. Teken nu op het Excelblad het selectievakje en je ziet dat zowel het vak als bijbehorende tekst verschijnen. Nou, ik wil geen tekst achter het vakje, dus ik klik net voor de tekst met mijn linkermuisknop en haal met het toetsenbord de tekst weg. Verder pas ik de omvang van het vak nog wat aan. En tenslotte sleep ik het selectievakje naar de juiste positie. Ik heb nu een selectievak dat ik aan of uit kan vinken. Het is nu heel eenvoudig om het selectievakje naar beneden te kopiëren. Je activeert namelijk cel A2, dus je klikt net naast het selectievak in de cel. En op de gebruikelijke wijze kun je als slepend een kopie maken, zodat in elke cel voor elke actie een selectievakje staat. Als ik nu op het selectievakje klik, gebeurt er nog een X. Maar als ik Excel in actie wil laten komen op basis van mijn muisklik, moet ik dat programmeren. Ik doe dat door met mijn rechtermuisknop op het selectievakje te drukken en dan te kiezen voor besturingselement opmaken. Op het tab besturingselement ga ik het selectievakje koppelen aan een cel. En in dit geval koppel ik even aan cel C2. Ik druk op OK en je zult zien dat wanneer ik nu op het selectievakje klik, cel C2 wordt beïnvloed. Daar komt waar te staan als het selectievakje is ingeschakeld en onwaar als het selectievakje is uitgeschakeld. Ik wilde alleen een punt maken. Ik wil niet dat cel C2 wordt beïnvloed. Ik zou deze tekst wit kunnen maken, dan zie je het niet wanneer er op het vakje wordt geklikt. Maar ik verplaats het altijd graag naar het selectievakje zelf. En daar zorg ik dat de tekst wit is. Als ik nu aanklik of uitklik, zal cel A2 dus veranderen in waar of onwaar. Zo'n koppeling ga ik maken voor alle onderliggende selectievakjes. Dus het tweede selectievakje ga ik laten koppelen aan cel A3. Ik druk op OK. En als ik nu aanklik, zie ik weer waar en anders onwaar. Ik zorg hiervoor dus dat alle tekst wit is en ga op dezelfde wijze nu het derde vakje koppelen aan cel A4 enzovoort. Alle selectievakjes zijn nu gekoppeld aan hun onderliggende cellen en tonen dus waar of niet haar, afhankelijk van of ze ingeschakeld of uitgeschakeld zijn. Wat ik nu kan doen is met voorwaardelijke opmaak per actie aangeven dat wanneer cel A2 waar is, oftewel wanneer het selectievakje is ingeschakeld, dat dan de tekst grijs moet worden en doorgestreept moet zijn. En als de status onwaar is in cel A2, dus als het selectievakje uitstaat, dat er dan niets hoeft te gebeuren. Ik doe dat als volgt. Ik selecteer alle acties, ga naar het starttabblad en kies daarbij voorwaardelijke opmaak voor een nieuwe regel. Ik ga een formule gebruiken om de voorwaardelijke opmaak in te regelen. Ik typ nu is gelijk aan. In eerste instantie moet gekeken worden naar cel A2, maar voor de tweede actie moet gekeken worden naar A3, naar A4, etc. Dus ik maak deze verwijzing niet absoluut met dollartekens, maar relatief. En als cel A2 gelijk is aan waar, dan wil ik dat de tekst donkergrijs wordt en doorgestreept wordt.
Ik druk op oké om te bevestigen, druk nogmaals op oké, klik even buiten de acties en als ik nu een actie aanvink, zul je zien dat de status van vak A2 waar wordt en op basis daarvan treedt de voorwaardelijke opmaak in werking. En dit geldt voor alle afzonderlijke acties. Ten slotte lijkt het me aardig om nog een wat vriendelijker overzicht te hebben met alleen de openstaande acties. Dat maak ik als volgt. Ik maak eerst even een titel, openstaande acties. En vervolgens gebruik ik een filterfunctie. De filterfunctie is beschikbaar vanaf Excel 2019 voor Windows en hoger. En bij Excel voor Mac is dat uit mijn hoofd vanaf Excel 2021. Je tikt in filter, je selecteert de matrix. Ik wil straks de openstaande acties zien, dus ik selecteer hier de acties. En achter de punt komma geef ik aan dat gekeken moet worden naar de vakken A2 tot en met, of de cellen A2 tot en met A6. En deze moeten gelijk zijn aan onwaar. Want onwaar betekent dat het selectievakje uitstaat en de actie dus nog openstaat. Ik sluit af en druk op enter en krijg nu een overzicht van de openstaande acties. En zo gauw ik een actie uitvink, zorgt filter ervoor dat alleen nog de openstaande acties worden getoond.